een dutje? Besef jullie wel waar we zijn? Zie je mij mijn wenkbrauw optrekken alsof het mij interesseert? Wij zitten midden in de Bermuda-rechthoek. Je bedoelt de Bermuda-driehoek. Oh nee, de Bermuda-rechthoek is veel erger. Erger? Maar hoe erg? Kijk, een gezonken piratenschip. Wow. Dit kan wetenschappelijk belangrijk zijn. We hebben niet veel tijd. De piraten van de Bermuda-rechthoek gaan ons zo aanvallen. Ik pak de waterballonnen. We hebben niks anders. Goed, nu weet ik hoe mijn vrienden reageerden in de crisis. Maar wat zij niet weten is... Te veel gewicht aan één kant. Rick, Shawnee, Chris, iedereen naar stuurboord en bereik je voor op de aanval. We worden aangevallen. Aangevallen? Ik bedoel, luid het alarm. Aanvallen! Plezier duurt niet lang. Niet lang genoeg voor mij, dus ik heb vooruitgedacht. Klaar voor nog meer actie! Te cool wat ik nu zie. Dat komt door Lady Synchrony. Uitleg alsjeblieft. Ze doen mee in een wedstrijd. De winnaar krijgt een bezoek van Lady Synchrony. Ze zijn overtuigd dat ze winnen. Denk het niet. Oh nee, wie vertelt ze dat? Ik heb een idee. Ik niet. Misschien hoeft ze het niet te weten. Ik zei toch dat we zouden winnen? Op tv lijkt ze veel langer. Smerig! Ze is zo kieskeurig. Hé, wacht. Dat zijn toch haar lievelings? Ja, iedereen weet dat ze dol is op een showvis. Wacht, dit klopt niet. Te cool wat ik hier zie. Ik ken dit. Oké, ik heb het gewoon niet goed gepland, dus. Oké. Ik ken niet de hele... Wat dan ook. Het zit zo. Jullie hebben de wedstrijd verloren, dus doe ik me voor als Lady Synchrony. Had er die anchovies maar laten eten. Joehoe, diva aan boord. Ik weet zeker dat hij dat hele wat dan ook niet kent. Ik hou van anchovies. Gelukkig hebben we verloren. Want dit wordt echt zoveel leuker. Wij hebben onze kaartjes online gekocht. We waren zo enthousiast dat het beste boek ooit gebruikt is door de beste film ooit. Achter kaartje, weg! Maar de film begint zo al. Ga maar zonder mij. Ik hoef niet per se. Vrienden laten geen vrienden achter. Nooit. Dan is het veel te saai. Hé, hey, kijk! Pak dat kaartje! Erop! Hallo, ik loop het pakken! De roltrap omlaag, omhoog? Of de roltrap omhoog, omlaag? Of allebei! Ik ben hier niet op gekleed. Nog 4 minuten. Goed genoeg. Nee! Ik pak hem! Toch niet! Tijd voor wat snelheid! Bravo! Encore! De helden zijn klaar. Dus licht, camera's en actie. Kom op, we moeten een film halen. Slechtste film ooit. Zeg dat wel. Was hij zo slecht? Vreselijk. Waarom heeft niemand me wakker gemaakt? Als het vervolg uitkomt, zorg ik dat ik mijn kaartje weer kwijtraak. Ik zag je heus wel. Ik was echt niet bang. We kennen jouw trucs, Pocket. Ons maak je niet bang. Leuke poging, maar aan. Weten jullie het heel zeker? Kortsluiting? Hey, cool. Wij zijn heus niet bang in het donker. Maar ik heb liever een zaklamp. Goed, ik ben zo terug. Gevopt? Fout! Ik ben weg. En ik ga mee. Oh, kom op. Jullie kennen toch al mijn trucs? En ik neem dit. En dit. Het was grappig. Toch? Sorry. Oh, heel erg sorry. Niks om bang voor te zijn.
Oké, ik ken dus niet al jullie trucs. Knap werk. Ik kan het echt niet. Waarom heb ik aangeboden om het dessert te maken voor Lady Synchrony's afterparty? Haar stijl is zo bescherpt dat je er een taart mee kan snijden. Wij kunnen helpen. Wij zijn toch haar Synchrony experts. Kirsty liet me al haar video's zien. En ik lees alle artikelen. Kirsty, wij weten helemaal precies waar ze van houdt. Een taart hol taart. Een T-Rex taart tofelis. Banana Spontana. Dubbele whip cupcakes. Het is Lady Synchrony. Ze is dol op dubbele whip cupcakes. Het is Taartopolis of niks. Ik maak mijn eigen. Het is tijd. Oh, alles ziet er zo goed uit. Ik kan niet kiezen. Lady Synchrony moet dan maar kiezen. Ja, de mijne. Tuurlijk. Dit loopt niet goed af. Nee! Wat moet Lady Synchrony wel niet denken? Ik denk dat je mijn messcherpe stijl goed hebt kunnen pakken in een taart. Briljant! Gelukkig weten wij precies wat ons idool graag wil. Oké, een soort van. Ja, het perfecte plaatje. Laila, we hebben echt haast. Nog maar 30 minuten tot de zon ondergaat bij de waterval. Zo mis ik het perfecte plaatje. We kunnen niet wandelen in dit. We hebben helemaal niks aan een foto als we er niet uitzien. En we hebben niks aan er goed uitzien als we geen foto kunnen maken. Lia wil goed licht. Laila wil goede schoenen. En ik wil een goed avontuur. Oeh. Ah, een sluiproute, Polly. Een sluiproute door nare prikkende jurkverwoestende doornen. Dat is jouw goede idee. Dat was het. Maar eronder werkt ook. Werkt ook voor wie? Wie het eerst boven is. Deze schoenen zijn hier niet voor gemaakt. Of hiervoor. Heb je nog meer goede ideeën? Mijn beste tot nu toe. Ik wist het wel. Net op tijd. Niet perfect. Kijk, mijn kleren is. De timer op de camera. Schiet op. Ik weet wat. Nu ben je perfect. Perfect in de modder. Het perfecte plaatje. Bijna klaar. Mooi. Ik weet niet hoe lang ze nog kunnen wachten. Honger. Als ik niet binnen 10 seconden van je gloednieuwe binnenkort beroemde karnemelk pistache ginkgo bessen-zen-ijs mag proeven, dan ga ik heel hard... Bessen aangesloten aan de pistache en karnemelk... Toen ik deze nieuwe smaak bedacht, had ik niet verwacht dat die al zo populair zou zijn voordat die gemaakt was. Klaar! Ik moet zorgen dat er genoeg is voor iedereen. Dolly! Dus. Of die knop. Het lijkt hier binnen wel op een dessert. We kunnen onze ruit eten. Of... Rij over de ijsbaan! Woehoe! IJsfestijn! En, kunnen we ermee door, kolonel Chrissy? Helemaal! Deze foto's gaan meteen in mijn vriendinnenalbum, want ze gaan over onze vriendschap en er goed uitzien. En vergeet niet te lachen, hè! Jullie kregen die rangschikking met een reden. Het moet zijn Shani, Kirsty, Lia, Laila, ik en dan Polly. Oké. Oh, ik heb een kruisje. Hé, wie duwde op het knopje? Oh, niet cool. Hij is kapot. Ik maak hem wel.
snel! Dit is echt helemaal niet wat ik wilde. Doe ik. Iedereen, probeer kalm te blijven. Gemaakt! Waar gaat hij? Lachen! Je had hem toch gemaakt? Ik maak de volgende. Nee! Deze komen echt niet in mijn album. Chrissy, je haar is zo... Kijk, een foto van jou waar je niks aan het maken bent. Dit is toch best grappig? Laat mij nog eens kijken. De beste foto ooit van vriendinnen die gezellig samen zijn. Dit is het dan. Mijn bedovergrootmoeders geheime kookboek. Oh. Wat is dit hier? Oh, dat is het lekkerste gerecht van de wereld. Avontuur van vandaag. Proef het lekkerste gerecht. Kun jij het maken? Nou, het is absoluut de allerlekkerste. Maar ook de meest stinkende goulash van de hele wereld. Stinkend, hè? Maar wel echt de allerlekkerste? Echt wel? Zeker weten. Vooruit dan! Oma's knoflookgoulash kan natuurlijk niet zonder knoflook. Ah, ik moet in het kookboek kijken hoeveel... Hey, daar wordt het toch alleen maar lekkerder van? En super mega extra stinkerig, ja? Misschien kunnen we hier beter weggaan. Ik kan het niet meer verklaren. Na al dit werk laat ik me echt niet meer afschrikken door een goulash. Mam, neer! Mam, neer! Pak zijn voeten! Trek. Hij zal vast heel goed smaken. Maar hoe kunnen we nu ooit nog in de buurt komen van die pan? Ik heb al een plan. Ik heb een lepel nodig, plakband, zuignappen en een vliegtuig. Wie doet er mee? Daar gaan we. Je oma's knoflookgoulash was echt... Verrukkelijk? Ja, maar... Fantastisch? Ja, maar het was eigenlijk vooral... Mega superstinkerig! Voor elke verjaardag verstoppen mijn vrienden mijn cadeau. En dan ga ik stiekem zoeken. Ik ben niet zo'n geduldig type. Maar zij zijn heel goed in het verstoppen. Aha! Ik ben dol op de jacht. Rick, Polly zal hier zeker kijken. Dus heb ik het cadeau verstopt op mijn lievelingsplek. Laila. Oké, haar lieveling... Oh, winkels! Laila, kom op. Niet hier. Te simpel. Heb het cadeau verstopt op de uitzichtberg, waar het veilig is voor cadeausnuffelende Polly. Shawnee. Ze beseffen niet met wie ze te maken hebben. Fluitje van een cent. Of eigenlijk feestdoeters. Alweer verplaatst. De grote verrassing ligt bij Polly thuis. Slim hoor. En hoe vind je je cadeau? Mijn wat? Cadeau? Iets wat je niet kon vinden. Avontuur! We hebben er hard voor gewerkt. Huh? Een wilde achtervolging avonturiersjachtdingetje. Was dat mijn cadeau? Ja! Vond je het leuk? Het was mijn idee. Dat was het niet hoor. Het was ons idee. Hopelijk was het leuk. Ze weten wel met wie ze te maken hebben.